Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag deze leuke popcornkussen maken. Kijk, ik heb hem nog niet helemaal af, maar ik ga hem wel vast uitleggen. Want hij is zo leuk om te maken, dat ik, ik wil meteen beginnen met filmen. Ik heb de wol bij de Wish gekocht. Ik zet even mijn camera neer. Dat kijkt iets makkelijker. Eventjes iets omhoog voor jullie. Zo, kijk, leuk hè, het is echt, die kleurtjes die zijn gewoon geweldig. Ik heb dus de wol bij de Wish gekocht en dit is het label. Het is gewoon een Chinees bolletje en je bestelt ze, ja, gratis, maar er komen 2 euro verzendkosten bij, dus gratis bestaat niet. En ik zal de link hieronder zetten. Er zit op 70 meter en ze zijn 25 gram. Dus ik zal de linkeronder zetten, dan kan je de wol gaan bestellen en mee gaan haken aan deze mooie popcornkussen. Eerst wil ik even iedereen hartelijk bedanken voor het kijken naar Iedereen kan haken. Ik krijg gewoon steeds meer abonnees en iedereen vindt het leuk wat ik maak en ja, ik krijg ook leuke reacties. Dus ik vind het ook heel leuk als je een foto wilt delen, dan zet ik die op Facebook. En dan heeft natuurlijk wel betrekking van, het moet natuurlijk wel betrekking hebben op de filmpjes van Iedereen kan haken. Maar ik vind het gewoon leuk om te doen en ik vind ook leuk dat iedereen meedoet. Dus nogmaals hartelijk bedankt. Je hebt voor dit kussen heb je nodig. Ik zal even kijken. 1 centimeter. Want ja, je wil natuurlijk je kussen opmeten. Je pakt gewoon een bestaand kussen. Dit kussen is 45 centimeter. Dus ik moet nog even doorhaken. Dus een kussen is 45 centimeter. Een schaartje. Ik heb voor deze wol haaknaald nummer 4 en even nog pakken een stopnaaldje en dan gaan we beginnen. We gaan beginnen met een opzetlus. En ik probeer het zo rustig mogelijk uit te leggen, zodat ook een gewone beginner, oh, hier blijf jij, een beginner ook gewoon dit kan maken, want haken is gewoon niet moeilijk. Je hebt een opzetlus en je maakt 4 lossen, 1, 2, 3, 4, dan steek je in de eerste weer in en je sluit de ring. Nou, dan heb je al je begin rondje. Dan maak je 3 lossen, 1, 2, 3. En we beginnen hier met deze popcornsteekjes. Je hebt 3 lossen, deze telt mee als popcornstokje. Je slaat om en ik doe geen gewone stokjes, maar ik doe insteken, draad ophalen. Dan sla ik de draad om en dan doe ik eerst door 1 en dan omslaan door 2, omslaan door 2. Dus dit is al het tweede popcornstokje. Omslaan, insteken, omslaan, omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan door 2. Dus iedereen die al een stokje kan maken, die kan ook dit popcornstokje haken. En die begin 3 lossen, die tellen mee. En je hebt er 4 in totaal iedere keer nodig. Dus 1, 2, 3. We doen er nog 1. Omslaan, insteken, omslaan, omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan door 2. Nu heb je de 4 popcornstokjes op je haaknaald. Dan trek je een beetje aan je lusje. En dan gaan we in de bovenste van die 1, 2, 3 lossen, daar gaan we insteken. Zorg je dat je 2 lusjes hebt op je haaknaald.
en je pakt het lusje op. En daar ga je mee doorhalen. Dan trek je weer goed aan je draad. En dan ga je weer 4 lossen maken. 1, 2, 3, 4. Kijk, je hebt al je eerste, deze, die heb je al klaar. Dan ga je weer omslaan in de opening, draad ophalen, omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan door 2. Omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan door 2. Omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan door 2. En nu heb je er 3. Omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan door 2. En nu heb je alweer 4 popcorn steken. Je rekt je lusje een beetje uit, dan ga je in die eerste hier zo, daar pak je die 2 lusjes op, dan steek je je haaknaald door de lus, je trekt een beetje aan je draad, zodat hij wat strakker zit, en je haalt hem door. Omslaan, 1, 2, 3, 4 lossen. En je hebt al 2 popcornsteken, zo, zie je? Dan gaan we dit weer herhalen. Dus deze toer gaan we 4 popcornstokjes maken. En op het einde, dan zie ik je weer terug. Kijk, ik ben nu bij de 4e popcornsteek. Ik haal weer een beetje de draad los. Ik steek weer mijn haaknaald in de eerste steek. Ik haal de haaknaald door de lus, trek het aan en ik trek door. En dan heb je hier deze 4 popcorn steken klaar. Dan ga je weer in die eerste, ga je even zoeken. Hier zit gewoon eigenlijk een bolletje hier achter. Daar steek je in. Je slaat om en je maakt hem met een halve vaste. Oh, ik vergeet de 4 lossen. Terug. We hebben dus 4, even opnieuw, we hebben 4 popcornsteken gemaakt. En we moeten altijd daartussen 4 lossen maken. Dat was ik vergeten, sorry hoor. Dus 4 lossen, dan steek je hier bovenin. En we halen de draad door met een halve vaste. Kijk, nu heb je ook echt die 4 lossen overal tussen. Ik doe nog een keer omslaan en doorhalen. Kijk, dan krijg je een vastere knoop. Dan pak je je schaartje, knip je af en dan haal je hem door. Kijk, dan heb je ook echt een... Als je alleen maar een halve vaste doet, dan heb je niet echt een draad die afgesloten is. Dus je pakt na die halve vaste nog 1 losse erdoor. Kijk, en dan heb je al je eerste kleurtje af. Dan gaan we nu verder met het volgende kleurtje. Dan pak ik nu groen. Dan zet je weer een opzetlus in. Haaknaald erdoor. Sorry, ik ben een beetje verkouden van de carnaval nog. Maar dat gaat wel over. Je steekt gewoon ergens in. Maakt niet uit waar je insteekt. Om deze draad weer weg te werken, kan je wel zeggen, nou, ik steek hierin en dan haak ik die draad even mee. Dat scheelt al met afwerken. Dus je steekt in, je pakt je, ik pak altijd 2 draden nu.
Je pakt twee draden en je haalt door en je zet een vaste. Even goed erdoor. Zo. Dan doe je nog twee lossen. 1, 2 lossen. Kijk, en deze draad heb je al meegepakt. En deze draad die heb je ook al meegehaakt. En dan gaan we nog 3 popcornstokjes doen, want we hebben in totaal 4 nodig. Ik probeer dit draadje nog mee te pakken als het lukt. Even omslaan. Ik denk dat hij net te kort is. Omslaan, insteken en meenemen. Ja, het lukt toch wel. Door 1, door 2 en weer door 2. Omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan door 2. Kijk, en je hebt natuurlijk je begindraadje, dit draadje, heb je nu al afgewerkt, dit draadje. Dus dat kan je gewoon afknippen. Zo. Omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan door 2. Lus je een beetje omhoog trekken. Dan ga je hier in die 1, 2, derde steek insteken. En je steekt je haaknaald erdoor. Je trekt een beetje aan je draadje. En je moet er echt, ik doe het even opnieuw. Ik zit nu een beetje te vervelen. Ik haal even alles los. Je trekt dus aan die draad. Je steekt goed in hierbovenin. Je haalt je haaknaald erdoor, je trekt aan, goed even je draad vasthouden en je vinger kan je ook een beetje onder die popcorn houden en dan trek je door. Dan doe je weer 4 lossen, 1, 2, 3, 4 en dan ga je in dezelfde steek hier, ga je nog een popcorn maken, zie je? Nog eenzelfde popcorn steek, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan, insteken, draad ophalen, door 1, omslaan door 2, omslaan door 2. En dan heb je weer 4 popcorn steken, een beetje je draadje of je lus groter maken. Insteken, zodat je 2 lusjes krijgt in die eerste steek. Draad door de haaknaald weer. Beetje aantrekken en een beetje je vinger hieronder houden. Kijk, dan trek je makkelijker door. Dan weer 4 lossen. 1, 2, 3, 4. En dan ga je weer in elke opening 2 van deze popcornsteken haken. En op het eind hier zie ik je weer terug. We zijn nu op het einde van de groene toer. Ik moet nog 4 lossen haken. 1, 2, 3, 4. Mag je niet vergeten hoor, die 4 lossen. En dan op het laatst. Je moet dus tussen elke popcorn doe je 4 lossen. Maar in die tweede toer doe je wel 2 popcorn steken in elke opening. Nou, nu sluiten we weer af. En dan gaan we eventjes hier deze opening pakken. Even kijken. Ja, we pakken deze opening. We steken in en we pakken een halve losse. En dan pak je nog een keer omslaan door 1.
pakt je schaartje, afknippen en je kan je draad doortrekken. Kijk, en nu wordt het al makkelijker, want nu ga je dus de hoeken maken. Van weer 2 en dan zet je er 1 en dan weer 2. Zie je? Dus kinderen die stokjes al kunnen haken, die kunnen dit ook leren. Ik zal niet zeggen dat het makkelijk is, maar het is niet moeilijk. Het is niet de ingewikkelde steek. Je houdt de hoeken in de gaten. Je pakt een ander kleurtje en je maakt weer een opzetlus. Je steekt door en als je draadje ongeveer, ja zeg maar, zo lang is als je haaknaald, dan kan je hem nog een beetje mee haken. Dus ik pak de dubbele draad mee. Ik ga zoeken waar ik geëindigd ben. Dat is hier. Die draad die leg ik hier overheen. Dan ga ik insteken en dan ga ik mijn dubbele draad meenemen. Doorhalen, omslaan, door 2. Zo, dan heb ik mijn dubbele draad en ik heb meteen de groene een stukje hoor, niet helemaal, die zal je toch nog een beetje moeten afwerken. Dan doe ik nog 2 lossen, 1, 2. Dus je hebt hier, je kan ook met 3 lossen werken, maar ik heb 1 vaste en 2 lossen gedaan. Dan doe je nog 3 popcorn stokjes. Of steken, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan door 2. Kijk, in die begindraad die kan je meteen afknippen. Als je dat meteen doet, dan heb je hem netjes afgewerkt. Omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan door 2, beetje je lus omhoog trekken, insteken in die laatste derde, je gaat weer je lus pakken, je trekt een beetje aan je draad en je duwt een beetje in die popcornsteek en je haalt je draad door. Omslaan, 4 lossen, 1, 2, 3, 4 en nu ga je de hoeken maken. Dus kijk, we zijn hier en nu gaan we in deze opening gaan we 2 popcornsteken maken. Dus omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan door 2. En dat doe je er 4 keer. Dus 2. Dit is 3. En dit is 4. Lusje omhoog trekken. Haaknaald erin, lus ophalen, aantrekken en een beetje je vinger die popcornsteken omhoog duwen en doorhalen. Dan weer 4 lossen, 1, 2, 3, 4. In diezelfde opening, want dit worden de hoeken, kijk hier, dit worden de hoeken, daar ga je weer 4 popcornsteken maken. Dit is 1. Dus 2, 3, 4, insteken, lus oppakken, draad aantrekken, je vinger erachter houden en doortrekken. Dan weer 4 lossen, 1, 2, 3, 4. Kijk, nu heb je in die hoeken 2 popcornsteken gehaakt. En nu gaan we in deze kant 1 popcornsteek maken. Even mijn bolletje pakken. Dus 1
met 4 popcorn steken, tenminste 4 popcorn stokjes, zo moet ik het zeggen. 2 3 4 lus omhoog, insteken, door de lus draad aantrekken, een beetje de popcorn omhoog duwen en doortrekken en weer 4 lossen, 1, 2, 3, 4 en nu ga je weer een hoek maken, even kijken, ja, je gaat nu weer deze hoek maken, dus je legt het zo even, eerst 2, dan 1, dan weer 2, 1, 2, 1, 2 en op het einde hier zie ik je weer terug. We zijn nu op het einde van de blauwe toer en die sluiten we weer netjes. Dat was heel makkelijk eigenlijk, hè? De blauwe toer is 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Kijk, en dan gaan we dadelijk naar de gele toer. Maar we sluiten eerst eventjes de blauwe toer. Hier bovenin zit eigenlijk, ja, hier heb je die popcorn gesloten, daar kan je gewoon in. Je haalt je draad op, je haalt hem door. En je pakt nog een keer omslaan en door 1 en je pakt je schaartje en je knipt je draad af en je trekt je lus door. Ja, het is echt leuk. Het is echt gewoon heel leuk om te doen, want het is een lekkere fluffy deken of deken. Ja, je kan er ook een deken van maken, maar dit vind ik echt iets voor een kussensloop. En dan gaan we nu de gele pakken. Het touwtje moet ongeveer zo groot zijn als je haaknaald. Dat is wel handig om aan te houden. Maakt niet echt uit, maar het is wel handig als je straks wil afhechten, dat je een beetje een langere koord hebt. Dan zoek je weer deze bijvoorbeeld. Dit is het einde van de blauwe toer. En die leg je weer even hier overheen. Dan ga je erin en dan pak je 2 gele draden op. Oh. Hij valt net uit mijn handen. Zo, je legt je blauwe draadje eroverheen en je gele ga je met je haaknaald in de opening. Dan pak je gewoon 2 draden op en die haal je door 1 lusje. Dan weer 2 lossen, 1, 2. Kijk, en dan heb je die blauwe heb je al meteen zeg maar een soort vastgezet. En nou gaan we beginnen met de gele toer. Kijk, en als je ziet met de gele toer, dan zie je dat je alleen hier de hoeken moet aanhouden. Dit zijn de hoeken. En in de hoeken zet je 2 popcorn steken. En daarbovenin heb je nu 2 enkele. Kijk, met blauw was het 2, 1, 2. En nu wordt het 2, 1, 1, 2. En dit herhaalt zich continu. En die hoeken hoef je alleen maar in de gaten te houden. Dus je zet hier, we zijn nu, even, ik leg het er even op, waar we nu zijn. Kijk, dit zijn de hoeken, dit zijn de hoeken. En nu zetten we eerst 1 popcorn, 1 popcorn en de hoek. Omslaan. Door 1, omslaan door 2, omslaan door 2. Omslaan, insteken, draad ophalen. Omslaan door 1, omslaan door 2, omslaan door 2. Deze telt mee als eerste stokje. 1, 2, dus 3. Nu nog 1 keer. En weer 4 lossen. 1, 2, 3. 4, dan nog een enkel popcorn steek. Dan weer 4 lossen.
En dan gaan we in deze hoeken, die moet je in de gaten houden, daar ga je 2 in zetten. En tussen elke popcornsteek weer 4 lossen, dat mag je niet vergeten. En anders kijk je het even per toer, kijk je het even na of je die 4 lossen er goed tussen hebt gezet. En op de hoeken zetten we 2 in. En op het einde van de toer, dan zie ik je weer terug. En we zijn op het einde van de toer met gele popcornsteken. Dus dat is 2 en dan 1, 1. En op de hoeken weer 2. Ja, het wijst zichzelf. Het is zo'n fijne steek. Ik zal nog even de toer sluiten. Zo, en nog een losse. Je pakt je schaar en je hecht hem af. Ja, het is echt een leuke steek om te maken en het ja, op een kussen heel leuk. Ik zal hieronder nog een paar linken neerzetten waar je die kussentjes kan kopen. Ja, ik naai hem dadelijk gewoon hieraan vast op het laatst. Ik zal even zeggen hoeveel kleurtjes ik gebruik heb. Wit, groen, blauw, geel, meer eiergeel, een mosterdkleur, lichte roze, een zalmkleur, een soort fuchsia. Ja, en dit is een, ik kan niet op de kleur komen. Nou, in ieder geval een beetje een donker roze kleur. Ik kan niet op de kleur komen. En toen ben ik weer terug gaan werken. Zie je dat? Zie je dat je dan weer terug gaat met je kleurtjes? Dan krijg je dat leuke effect. Dus je gaat zo weer terug vanaf hier. Dus ik heb 10 kleurtjes als het goed is. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. En dan ga je weer terug uitwerken met je kleurtjes. En op het eind, ja, dan pak je een kussen. En dan, ja, je kan hier nog een rand vast erlangs zetten, maar ik zou hem gewoon op de rand van het kussen zetten. Pak eerst de hoeken, altijd eerst meten of je de hoeken hebt. Kijk, ik ben er nog niet, zie je? Maar als ik bij de hoek ben, dan pak je de hoeken, eerst de hoeken vastnaaien, alle 4 de hoeken. En dan ga je hem netjes aan je kussen vasthaken. En dan heb je echt een mooi kussen. In ieder geval, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Graag duimpjes omhoog als je deze video leuk vindt. En hieronder mijn foto kan je abonneren. En tot de volgende video.